En daar staan we eventjes buiten. Lekker even pauze houden. Ook lekker. Ja, nou, ik weet sowieso wat ik moet hebben. Dus dat scheelt heel enorm lelijk. Ja, ik weet gewoon wat ik moet hebben. Dus dat is dat ik deze kant op moet. Ja. Ik heb nog twee auto's tussen. Nou, daar gaat Ro, want die moet werken. Laters! Een hele goede middag allemaal. Welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karin en Roderick. Roderick en Karin, ja dat zijn wij. Het is vandaag zondag 27 maart 2022 en dat loopt nu tegen 2:15 aan. En straks om 2:30 heb ik rijles. Ja, bij de rijschool A-klasse. Ja, dus wij wensen jullie gewoon heel veel kijkplezier op deze gloednieuwe vlog. Moet je eens kijken hoe prachtig dit weer is, hè? Moet je eens kijken hoe prachtig dit is. Prachtig. Hier ook weer gewoon van die gele. Prachtig. Ja, ja. Prachtig. Hé, meisje? Lekker, hè? Ja, meisje. Helemaal prachtig, hè. Kijk, je hebt deze dingen ook weer. Prachtig. Heel gaaf. Kom, schat, niet en niet aan de hekkant, autoskant. Kijk. Alles staat hier weer mooi in bloei. We staan nu lekker even heerlijk te wachten. Rodi komt er ook aan. Want ja, ik heb zo meteen mijn rijles. Ja. Hi schat. Hi, boem boem. Hi, hoe gaat ie? Moe? Boem. Moe? Nou, valt er mee. Valt en valt wel mee, vertel. Nou, de dag is een uurtje korter geworden, dat is wel jammer. Ja. Ik heb het niet zo op de zomertijd, zeg maar. Nee, want ik... Eerst was het altijd licht toen ik naar huis ging en nu is het opeens donker als ik naar huis ga. Ja, maar, hè, maar ik kan daar ook heel slecht tegen. Dat heb je wel echt gemerkt met het wakker worden. Ja. Ik kan daar heel slecht tegen. Ik was al om een uurtje of 8 wakker en halt. Ik wil hem juist. Hallo. Scherp mag wel vandaag nog. Juist. Maar ik was al eerst om een uurtje of 8, 9 wakker. Ik had zoiets van, nou, ik ga nog even draaien, slapen. Hm? En toen had ik zoiets van, nou, het is nu 1:00. Ik ga jou lekker wakker willen. Doei. Ja, 12:00, maar goed. Ja, en voor mij is het ook nog eerder, maar... volgens mama zat het dus gewoon nog steeds. En een uur langer was het vandaag. Oh, een uur langer, ja. Ja, okay. Ja, ja. De dag gaat een uur vooruit. Een uur extra de tijd, natuurlijk. Ja, is toch handig? Ik snap het niet helemaal. Nee, ik ook niet, maar oké. En als ze nou die zomertijd zeggen van nou we gaan naar UTC-tijd en dan de zomertijd invoeren, dan past het tijdschema meer bij Nederland, zeg maar. Ja, en wat is UTC-tijd? Wat is dat? Dat is zeg maar de tijd in Engeland. Daar zitten we dichterbij. Zitten 20 minuten vanaf, zeg maar. Oké. Okay. En op 12:00 wordt de stand... Ik ga even daar staan. Ga je mee? Ja? De stand van de zon is dan precies loodrecht boven Berlijn. Ja, oké. Okay. En niet loodrecht hier. Dat is pas 1:30 uur later bijna. Ja, oké. Okay. Ik ga even hier en bij dat witte staan. Iets dus lekker. Als je zegt, nou zomertijd, prima. Maar ja. Dan wel graag een aparte tijdzone. Ja, oké. Okay. Nou klopt het weer. Ik kan gewoon lekker permanente zomertijd houden. Heb niemand te lasten. Hoi, precies. Er zijn 4 tijdsystemen, zeg maar. 1 is zomer-wintertijd. Mm-hmm. Ander is permanente zomertijd. Ander is permanent wintertijd. En de ander is, zeg maar, we gaan boven naar leren daar de Amsterdam-tijd. Ja, oké. Okay. Het is even om ingewikkeld te maken. Om ingewikkeld te maken. Nou, Amsterdam-tijd, dat scheelt niet heel veel met Greenwich Mean Time, CET en UTC. Ja. CET is Centraal Europese Tijd, Central European Time. Dat is de tijd als de zon, precies om 12:00 staat hij precies loodrecht boven Berlijn.
Ja. Nou, Berlijn is kilometers richting de oosten, zeg maar. Mm-hmm. Nou, voordat de zon hier precies 12 uur boven Nederland staat. Ja. Amsterdam, zeg maar. Mm-hmm. Dan zijn we anderhalf uur later. Ja, oké, okay, precies. Dus daarom. Mm-hmm. Maar ik ga nog eventjes een foto maken van iets. Helemaal goed. Want dat zou Basiel denk ik wel leuk vinden. En daar staan we eventjes buiten. Lekker even pauze houden. Ook lekker. Ja. Eventjes in bij de BP. Helemaal leuk. Dus ja. Weer lekker aan het rijden. Zoals jullie weten. Lekker. Via deze geweldige rijschool. Even credit, mag je ook wel hebben. Dus ja, lekker, heerlijk. Mag niet klagen, zeg maar. Nee. Dus ja, we gaan weer even een stukje snelweg doen. Bijzonder manoeuvres doe ik allemaal goed. Dus die hoef ik niet te hebben. Nee, die hoef ik lekker niet te hebben. Oh, lekker, 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 jongens. Oh, lekker, heerlijk. Blijven jullie staan? Vast wel. Zo. Lekker. Ik doe alvast mijn gordel om. Wil niet. Nee, wil niet. Ik doe gewoon al lekker vast mijn gordeltje om. Nou, dan kan Basiel zometeen nog even roken. En dan moet ik zometeen nog even iemand ophalen. Maar we gaan eerst zometeen eventjes de snelweg pakken. Een leuk groen autootje. Ja. Dus ja. En ik weet niet wie het is. Geen idee. Ah, humor. Een RS nog wel. RS471R. Zebar. Ja. Leuk. Basiel! Ah, hoe zit het dit? Bassie. Iedereen die kent hem hier ook, hè. Heerlijk. Zo leuk om dat soms te zien. Oh, wel. Ja, maar ik rij gewoon al lekker en zelfstandig. Ik doe het allemaal zelfstandig. Dus ja, sommige dingen kennen nog een stukje beter. Maar ik rijd dus nu wel al hoe het hoort. Hè, bij het Cyber Erg. Ja. Bij het Cyber Erg. Ja. Zo rijd ik dus. Dus ja. Yeah. Oh, hondje die lopen mank. Oh.
Zo, nou Ro is nog eventjes actionkarretjes aan het verzamelen. Dan kan hij dat weer lekker inleveren en ik ga naar de Jumbo. Ja, want ik moet nog wat hebben. Want ik heb last van mijn gebit namelijk. Zo, hey, roltrap is uit. Nou, ik moet zelf lopen. Maakt ook niet uit. Ja joh. Kijk, opletten, hè. Opletten, kijk. Daar staat hij hoor. Met karretjes. Vindt hij leuk. Is hij het leuk? Waarom is alles uit? Why? Waarom is alles uit? Why? Wat is het probleem? Nou, ik weet sowieso wat ik moet hebben. Dus dat scheelt heel enorm lelijk. Ja, ik weet gewoon wat ik moet hebben. Dus dat is dat ik deze kant op moet. Ja. Ik moet gewoon even deze kant op lopen. Helemaal goud. Helemaal goed. Zo. Helemaal goed. Dan ga ik deze kant op. Het is daar een beetje druk. Dus ik loop wel deze kant op. Mijn god. Hutje met je klutje op de hei, zeg maar. Stond allemaal dat hutje met je op de hei. Bijna wel. Hé. Hey. Dus. Even mijn dingetjes pakken, halen, kopen. Helemaal goed. Nou zeg ik, ik weet precies waar ik naartoe moet. Even een chipje halen. Even cola halen. En een Berenburg. Ja, ja. Nou nog steeds €2,09. En ja jongens, het gaat allemaal binnenkort allemaal omhoog. De chipje. Zo. Dan ga ik even naar mijn cola. Die is €2,91. Ja. Zo, dan ben ik bijna weer klaar. Misschien nog even kijken bij de bak. Dus, dat zeg ik nog eventjes naar Berenburg erbij. Ja, ik ben snel vandaag. Ja, ja. Snel, 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 snel. Zo, nou mijn ding heb ik al in de mandje. Rodi moet sowieso wat eerder gaan werken. Dus die is ook wel mee. Maar hij heeft zijn bedrijfskleding al aan. Dus die kan ik ook niet zomaar in één keer nu weer gaan filmen. Want nee, dat mag niet. En we gaan even kijken bij de bak. Eens even kijken wat ze hier allemaal weer hebben. Voor lekkers, eventueel mogelijk te wijs. Oh, het zit hier onder. Nou, het zou weten hoeveel het nu. Ja, maar Emma, ik heb nog lekker schat. Nou, dit mag ik allemaal niet hebben. Nee. Nee, nou, dit mag ik dus allemaal niet hebben. Ik doe nog allemaal niet zo. Nee. Nee, hi. Dit ook niet. Nee. Hi. Alles goed? Nee. Waarom niet? Dat miljoen ontbreekt op mijn rekening. Alweer? Oké. Okay. Ja, nog steeds. Nog steeds, oké. Okay. Nee, maar voor de rest niks, lief voor mij. Dus, dan gaan we naar de Krassa. Nee, verder is er niks. Kom. Nee, kom. Nee, kom. Want jij moet ook weer op tijd weg. Dus dan kun je wel gaan, maar ik wou even kijken of er wat ook wat lekkers voor mij erin was. Maar nee. Dus, en ik heb mijn chippy, ik heb mijn cola en ik heb mijn Berenburg. Ik vind het helemaal goed. Ik heb in de bak zetten. Huh? Ik heb in de bak zetten. Ja, bijna wel. Bijna wel. Dus, ja, dus dat gaan we even doen. We gaan nu even lekker naar de Krassa. Gaan we afrekenen. En dan gaan we weer naar huis. Heel goed gezegd. Dus, we gaan zijn er zo weer. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Dankjewel. Alsjeblieft. Naar wie zullen we daar naartoe? Ook goed, top. Ik heb nog twee auto's tussen. Heel moe, hè? Kijk uit, kijk uit. Ga nou niet zo opgefokt lopen doen, schat.
filmen, jongen. Oh, nou ga je in één keer gas lopen geven. Wauw. Kinderachtig. Nou, hier staat dus Lady. Bolly van Zwolle, ja. En daar komt mevrouw Beauty aan. Kom nou op je stoel dan. Kom, op je stoel. Ja, goed zo. En daar komt mevrouw Lovely aan. Allebei kijken naar beneden of de baas er al uitkomt, geloopt. Ja, daar komt hij al aan, schat. Ja, daar komt hij al aan. Hij schat. Onze vriendin is er ook. Oeh, een blender. Oeh, handig, een blender. Ik zie wat staan, een blender, handig. Een blender zag ik staan. Is handig. Hè? Nou, ik hoop het. Moet ik je nog bellen of heb je zoiets van, hoeft niet? Oké, dan en een belletje zo, ja? Nou, daar gaat Ro, want die moet werken. Laters! Ja. Doei. Ja. Dat ik voor het laatst heb gefilmd. Dat was vanmiddag dat Ro naar zijn werk ging. Ja. Het is nu alweer 4:30. Dat betekent dat ik deze vlog lekker ga afsluiten. Maar vandaag, slechts morgen, is het dus nog mijn tussentijds toets. Dus dat is dus alleen maar bijzonder manoeuvres. En hoop dat ik daarvoor ga slagen. Zeker. En ik ga nog eventjes deze ochtend eventjes de tandarts bellen voor hier. Want dat doet hier behoorlijk zeer. Ik ga zo nog even medicijn innemen, zodat het pijn gaat zakken. Maar ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe het duimpje even hier omhoog. Doe het belletje aan, abonneer even hier. En laat gelijk even een reactie hieronder achter. En dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken en graag tot morgen. Ciao!